rekenvolgorde bij kwadraten en nu langere sommen. Hou je hoofd goed bij de kwadraten, want anders gaat het vaak mis. Dingetjes als bijvoorbeeld 3 kwadraat is 6, wordt er nou gezegd. Dat is natuurlijk niet waar, want 3 kwadraat is 3 keer 3. Ik laat zien, hoe schrijf je het op? En wat is de rekenvolgorde? Welke stappen mogen bijvoorbeeld in één keer? Sommige stappen mogen in één keer. Verder wil ik er even op wijzen dat je het goed overneemt. Ik moet heel het filmpje overdoen, omdat ik daar bij die keer dus een dubbele punt van delen door had. Dat zijn van die stomme foutjes, hè? Die foutjes als je die op de toets maakt, deden van baal. En ik als ik dus het filmpje helemaal over moet doen. Oké, daar gaan we. Ik zit te kijken even of ik mijn stift nog iets dichter kan zetten. Oh, is wel heel dik. Ik heb mijn stift al dichter gezet, dat kunnen jullie beter zien. Denk ik, 3 plus 4 kwadraat keer 3. Nou, het eerste wat je hier moet doen, is met de kwadraten. Het staat geen haakjes, dus dat hoeft niet, maar dan krijg je de kwadraten. Nou, 4 in het kwadraat is niet 8, maar is 16. En dat zo omcirkelen doe ik voor de uitleg, dat verzeker ik jullie ook niet te doen. Hier stond een keerpunt en dan neem je de rest over. Dus dat is 3 plus 16 keer 3 is gelijk aan. Nu moet je de keer doen. Want keer gaat voor plus. Let daar goed op. 16 keer 3 is 48. Dus je hebt hier eigenlijk het sommetje staan. 3 plus 48. En dat is gelijk aan 51. Dan gaan we naar som B. En je hoeft echt niet helemaal te kijken. Hè? Scroll gewoon door naar het stukje wat jij wil zien. 4 plus 2 in het kwadraat gedeeld door 3 in het kwadraat is gelijk aan. Eerst wat er tussen de haakjes staat. 4 plus 2. Nou, 4 plus 2 is 6. Dan stond er een kwadraatje. En die pijl moet je niet zetten, dat doe ik voor de uitleg. 6 kwadraat gedeeld door 3 kwadraat. En let nu goed op, hier wordt het al een beetje gevaarlijk. Zet echt als je 3 kwadraat opschrijft, een tweetje rechtsklein bovenin. Want als je dit doet zo, voor je het weet, maak je er 32 van. Dus let daar, dat zijn van die dingen gewoon netjes werken. Ook regels tussen overslaan, dan maak je minder snel slordigheidfoutjes. Nou, 6 in het kwadraat is 36. Want je moet, de kwadraten eerst doen voor het delen. Dus die delen laten we nog even zitten. En eerst de kwadraatjes. En dan krijg je dus eigenlijk het sommetje 36 gedeeld door 9. Oeps. En dat is gelijk aan 4. Zet die isjes ook mooi onder elkaar. Werk strak naar beneden. En zoals ik al zei, deze vind ik al een beetje link. Dat is al bijna 62. Dus schrijf het echt zo op. Dat je echt een klein tweetje in de lucht schrijft. Dan gaan we naar som C. Ik haal deze even weg, want dan weten jullie nu wel hè, dat het zonder rekenmachine, dat je het echt zonder rekenmachine moet doen. 3 min 5 min 2, hoppa, in het kwadraat, gedeeld door 3 is gelijk aan. Ja, eerst wat er tussen de haakjes staat. Dus dan krijg je hier hè, 5 eraf 2 en dat is 3. Dus als ik het weer ga overnemen, 3 min 3. In het kwadraat, dat is zo'n tweetje, schrijf hem echt in het klein rechtsboven, gedeeld door 3, is gelijk aan. Dan nu eerst de kwadraten. 3 in het kwadraat is 9. Dus je hebt hier het sommetje staan, 3 min 9 gedeeld door 3. En nu een veelgemaakte fout. Veel mensen doen nu eerst 3 min 9 en komen op min 6 uit. En dat is niet goed. Je moet eerst doen 9 gedeeld door 3. En 9 gedeeld door 3 is 3. En dan krijg je hier dus 3 min 3. En dat is gelijk aan 0. Dan gaan we naar som D. 17 plus 3. In het kwadraat. Gedeeld door 80. Eraf 40 is gelijk aan. Eerst wat er tussen de haakjes staat. 17 plus 3 is 20. Maar dat moesten we kwadrateren. Vergeet het niet, een klein tweetje rechtsbovenin. Gedeeld door 80, eraf 40 is gelijk aan. Nu gaan we weer kwadrateren. Dit is 400, dus je krijgt het sommetje 400. Gedeeld door 80 min 40 is gelijk aan. 400 gedeeld door 80 is 5. En dan krijg je dus 5 eraf 40 is gelijk aan min 35. Ik zal hem even duidelijker schrijven. Wacht even. Ja. Min 35. Ik moet eigenlijk achter. Ik had het graag achter gezet, maar dat past niet. Want dat valt achter mijn camera weg.
Want je hebt de 5, je haalt er 40 af, dan heb je de tekort. Hoeveel heb je dit tekort? 35, dus min 35. Dan gaan we naar som E. Min 6, eraf. 12 gedeeld door 4. En net had ik hier dus een overschrijffout, ik had hier dus een deel door. Dus echt, ik had hier gedeeld door gedaan, delen door had ik hier, deel door. Zo, op het C. Nou, eerst wat er tussen de haken staat. Ik denk dat ik hem hier van toen heb gepakt waarschijnlijk. Dus dat is altijd zoiets, als je fout hebt, even kijken, heb ik hem wel goed overgenomen. Eerst wat er tussen de haken staat. 12 gedeeld door 4 is 3. Dan nemen we de rest weer over. En dan krijg je min 6 min 3 in het kwadraat. Hè? Want denk aan dat kwadraatje keer 3 kwadraat is gelijk aan. Nu de kwadraten gaan doen. Deze is 9, ja dan deze ook. En de rest overnemen, min 6 min 9 keer 9 is... Ik moet eerlijk zeggen, zo opschrijven doe ik voor de uitleg. Hoe schrijf ik dit zelf op? Ik werk gewoon zelf van links naar rechts. Dus dan doe ik min 6 min... En dan zet ik hier 9 keer. Jullie moeten dus ook niet met kleurtjes werken. Dat kost veel te veel tijd, maar ik doe dat voor de uitleg. Zo schrijf ik het op. Gewoon zo hoe ik het tegenkom. Alleen, voor de uitleg is het fijn als ik al laat zien. Kijk, dit doe je eerst. Dan doen we eerst keer. Dus dit gaan we eerst doen. En dan heb je dus eigenlijk het sommetje. Min 6, min 81. Ja, je hebt de 6 tekort. Je haalt nog eens 81 af. Dan kom je uit op min 7. Oh, dat past net niet meer op. Ik ga het eronder schrijven. Min 87 kom je dan op uit. Want je hebt de 6 tekort. Maar je zakt er nog eens 81. Dus dan heb je de 87 tekort. En dan de laatste, som F. Zo. 5 plus 7... In het kwadraat min 18 gedeeld door 3 kwadraat is gelijk aan. Nou, dan krijg je 5 plus 7. Dat is 12. Eerst dat wat tussen de haken staat en dan dit moes in het kwadraat. En die pijl moet je niet doen, hè? Doe ik voor de uitleg. Min 18 gedeeld door 3 kwadraat is gelijk aan. Nu gaan we de kwadraatjes doen. En dan krijg je dus 144. En... het volgende kwadraatje wat ik tegenkom, dat is die 3 kwadraat. En 3 kwadraat is 9. En nu, zie je, ik kan heel snel wisselen van pen. Jullie moeten het dus niet doen, hè. Want dat is, en nu moet je eerst, want dan kost je veel te veel tijd op de toets. 18 gedeeld door 9 is 2. Want je moet eerst delen en dan pas plus en min. En dan krijg je dus het sommetje. 144 min 2 is gelijk aan 142. 40. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. En ik hoop dat je er iets aan had. Doei!